Paul, jij bent homo en katholiek. Klopt, dat is een bus. En nog gehandicapt ook. Ja. Jij vertelde mij in de bus dat je een vriend hebt en dat dat van jouw kerk eigenlijk niet mag. Laat ik het zo zeggen. Vriendschap hebben met een man of met een vrouw, dat mag. Alleen je hebt ook de andere vorm van vriendschap. Je uitgroeit tot liefde. En dat is heel lastig voor de kerk. En dan hebben we natuurlijk het verhaal van Genesis. God schiet man en vrouw zegen en tot vruchtbaarheid. Dan is seks tussen gelijk geslacht geen vruchtbare liefde. Alleen dan zeg ik, Christus, de zoon van de God van liefde, zegt ik hou zoveel van de mensen en wat de mensen hebben gedaan, dat maakt me geen zaak uit. Uit liefde voor hun sterf ik, zodat zij weer in vrijheid kunnen leven. Als je in de God van liefde gelooft en dan zegt dat liefde tussen mensen van gelijk geslacht geen liefde is, doe je er niet iets heel raars van het gevoel. Er is geen verschil in liefde tussen verliefdheid van een vrouw voor een jongen. Van die verliefdheid is hetzelfde hoor, ja. Biologisch. Dus jij bent het eigenlijk niet eens met wat de kerk daarover denkt? Nee, en daarnaast zeg ik ook van, als er mensen zijn zoals ik die homo zijn en gehandicapt, hè, dat je zeg maar bij je geboorte door een foutje van de geboorte zuurstof tekort krijgt. En je kan lopen, je kan zeg maar bijna zelfstandig zijn op. Eigenlijk door de begeleiding na. En als je daar nog steeds zegt van maar, door de kracht van God kan je door. Als zo iemand dan homo is en hij zou niet van die persoon houden, waarom zou je hem dan zo ver laten komen? Is er ook iets waar je steun uit haalt uit de kerk? Soms zijn we zo'n gesprek met bepaalde priesters en dan zeiden ze wel zo van ja, we kunnen de leer van de kerk niet omdraaien. Maar we kunnen jou wel zeggen, bid tot jouw vader in de hemel, in wie je zoveel geloof hebt, dat hij je de weg zal wijzen die jou toebehoort. Luister naar de Heilige Schrift en bid dat hij jou daarin ten antwoord geeft. Krijg je antwoord van God? Nog niet heel erg. Wat vind je daarvan? Nou ja, ze zeggen wel eens, je moet 70 maal 7 maal vergeven. En blijf kloppen totdat het wordt. En je moet meerdere keren kloppen voordat het wordt open. Dus ik heb ook zoiets. God heeft geduld met ons. Dus waarom zouden wij geen geduld met God hebben?